Welkom in de Poker City Suite. Met voor het eerst bij Poker City op de bank, Steve Wong. Steve, welkom. Dankjewel. Voorheen alleen maar bekend uit Wong's World. Die filmpjes die de heer Boersma altijd in elkaar draaide met jou. En nu dus echt op de bank. Wat vond jij zelf van die filmpjes? Redelijk goed. We hebben redelijk goed in elkaar gezet. Oké. Heb je nog steeds die Mercedes? Ja. Oké, draait nog steeds lekker. Nog steeds lekker. Ik ben nu alleen bezig met het interieur, want er zit allemaal hout in. Ja. En dat komt door het weer hier, omdat het zo warm is, krijg je pasta erin. En dat zit ik nu te verwisselen. Okay. Ik heb een ander soort hout erin gezet nu. Dat heet wortelnotenhout in plaats van de Sobrano, zeg maar. Oké, dus je bent er wel zuinig op je zorg te goed voor, denk ik. Ja, en ik geloof dat hij 5000 mijl heeft gereden. Oh, kijk. Vorige keer, dus. Dat is flink wat. Hey, we zijn hier natuurlijk bij de World Series of Poker. Jij hebt ook een toernooitje of 9 à 10 gespeeld, meen ik. Ja. Vooral spelletjes die niet over No Limit Hold'em gaan. Oh, dat klopt. Dat klopt. Had dat een speciale reden voor jou? Nou, ik was het een beetje zat eigenlijk, No Limit Hold'em. En elke keer dat je hem weer... Een zieke bad beat krijgen of wat dan ook. En dan ben je gewoon echt heel goed bezig. Een dag, soms anderhalf, twee. En dan lig je gewoon eruit en dan ga je gaan. Dus, maar in andere spellen die je speelt, zoals bijvoorbeeld Pot Limit Oma High Low en nog wat andere spellen. Heb je daar minder kans op een bad beat? Of heb je altijd meer kans om een hand te winnen dan een Bamboo No Limit bijvoorbeeld? Nou, omdat mensen dat... Die games die zijn nog niet echt heel super in, zeg maar, nog bij mensen of zo. Plus nog eens een keertje, bijvoorbeeld in Omaha High Low. Ja, daar kan je wel je geluk gaan lopen zoeken. Maar daar word je wel heel hard voor gestraft. Oké, dus dat zijn spellen waarin je je kans groter acht dan in No Limit Hold'em. Ja. Wat heb je eigenlijk precies? Je hebt een paar 10K-events gespeeld deze week op. Welke precies? Ik heb de Stud High Low 10K gespeeld. Oké, dat was de enige. Oké, Stud High Low, dat is weer een ander spel met eerst volgens mij 3 dicht, dan 4 open en dan weer 1 dicht. 2 dicht, 4 open, 1 dicht. Precies, en dan speel je dus allemaal je eigen hand. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook het event, denk ik, waarin Phil Hellmuth de finale tafel uiteindelijk halen. Ik geloof het wel. Ik geloof dat hij tweede is geworden. Ja, precies. Ja. Oké, geen cashes voor jou dit jaar op de World Series, hè? Nee, maar kijk, ik heb ook maar ik heb te weinig games gespeeld. En er speelden natuurlijk ook een aantal andere factoren mee. Zoals Full Tilt Poker, er allemaal aan de hand was. Ik had mijn geld staat natuurlijk ook vast op tilt. Net zoals heel veel anderen. En dat snee wel heel erg in mijn rol natuurlijk, in mijn bankroll. Want ik had een x-aantal bedrag gereserveerd voor de World Series. Mm-hmm. En dan had ik in mijn hoofd om zoveel spelletjes te spelen. Ja, en dat was meer dan dat je nu hebt gespeeld dan, denk ik. Dat was minimale dubbel. Wat was je ook? Okay, je was wel van plan flink uit te pakken. Ja, dit was vorig jaar. Oké. Kom erbij, Rolf. Nou, Steve en ik hadden het net over jouw bankroll die op Full Tilt eigenlijk vaststaat. Wat is nou anders aan jouw situatie dan aan die van veel spelers die op dit moment eigenlijk wachten op hun geld? Mijn situatie is nog eens dat dat de spelers voorgaan op mij. Dus als het geld, stel het geld komt vrij, dan moet jij wachten tot alle spelers hun geld hebben gehad? Zoiets. Oké, dus eigenlijk een nog mindere situatie voor jou. Ja. ja. In de microfoon, ja. Ja, dat is het risico van het spel, hè? Ja, dat klopt, precies. Maar wat betekent dat? Betekent dat jij het risico loopt om heel veel geld te verliezen? Of had je er helemaal niet zoveel staan? Of wat is dan concreet voor jou het gevaar? Gevaar is natuurlijk groot woord. Ik denk natuurlijk dat ik gewoon mijn geld krijg, net zoals ieder ander. Kijk, Full Tilt is toch een groot bedrijf. Het is toch goed geldwaarde bedrijf. Ja. Dat zullen ze niet 1, 2, 3 zal de sloot in laten gaan natuurlijk. Nu is het gewoon wachten op de 26e op de hoorzitting en dan kijken wat er dan gebeurt. Dan is de licentiecommissie op dat kleine eiland Alderney. Bij Engeland. Alderney, ja. Die vergaderen dan weer over die licentie. Op bezoek van Full Tilt uiteraard. Ja, want er zou sprake van zijn dat er misschien, in ieder geval vanuit de kant van Full Tilt, werd het gesuggereerd dat er misschien een kleine opening zou zijn. Toch? Want die commissie, ik weet niet of jullie het daarover gehad hebben,
Een super klein kanaaleilandje. Je hebt Jersey, dat is helemaal niet zo groot. Je hebt Guernsey, dat is nog kleiner. Ja. En dan heb je Alderney, dat is ongeveer zo'n eilandje. En daar zitten... 2000 man of zo, geloof ik. Ja, precies. Daar zitten wel natuurlijk wel een paar grote bedrijven gevestigd. Maar die Gaming Commission die heeft wel vrij strikte regels. Als een site zich niet aan de regels houdt, dan... Ja, dan wordt gewoon de licentie wordt opgegeven. Maar er zou net sprake van zijn dat het nu misschien toch weer de goede kant opdraait. Tenminste, dat hopen veel mensen. Ja, iedereen hoopt dat. Ja. Ja, maar goed, wat zou het alternatief zijn? Stel dat het weer goed gaat, dat Full Tilt operationeel zou worden. Ja, wat dan? Want dan is natuurlijk de eerste wat gaat gebeuren, is dat een hele hoop mensen hun geld gaan proberen terug te halen. Ja, dus ik denk dat ze... Ik weet het niet. Ik denk dat ze gewoon misschien een limiet opstellen per week. Hoe zoveel. Ja. Zodat niet in één keer weet het. Een beetje koffie te kijken, denk ik, op dit moment. Wat dat betreft. Is dat trouwens ook... je hebt het main event niet gespeeld. Heeft dat daarmee te maken? Want normaal gesproken was je natuurlijk gesponsord. Neem ik aan dat je betaald krijgt. Of ja. In ieder geval gedeeltelijk. Maar... Dat klopt. En, ja, ik heb altijd gezegd, als ik het zelf moet betalen, dan speel ik hem niet. Omdat ik het gewoon... Ik vind het een te grote mijnveld. Ik vind het te veel... moeite, want je kan gewoon 3,5 dag spelen en nog steeds 0 krijgen. Ja. En als je net cash, zoals ik geloof dat de mensen nu bij 175 nu nog steeds nog maar $42,000 krijgen. Zo. Dus eigenlijk maak je $32,000 winst. Mm-hmm. Plus nog eens een keertje, het wordt niet, op tv mag je dus niet meer voor de site spelen. Mm-hmm. De badges mogen niet. Dus dat is natuurlijk ook weer een min. In de inkomsten en natuurlijk ook het enige van de main event is, ja, het is prestigieus als je wint, want en het is bijna 9 miljoen wat je krijgt. Ja, je moet er wel komen. Ja, dat is waar. Maar je mag hier natuurlijk wel met je sticker op zitten. Dat is uiteraard toegestaan in de Poker City Suite. We hadden het net al even over poker, maar jij houdt je ook nog bezig met andere dingen. Hè? Dat is bijvoorbeeld je eigen kantoor hier, waarin je vooral sportwedenschappen doet. Kun je daar iets over vertellen? Het is niet echt een kantoor. Het is niet zo echt van dat ik echt bets aanneem van anderen. Nee, je zet zelf. Juist. En ik zoek, of wij zoeken, ook naar het verschil van lijnen. Van de eindbetaling. Tussen ene site, andere site, hier live in Las Vegas. Ja. Dus daar kun je gegarandeerd geld winnen. Alleen, je moet er wel wat voor doen. Oké, het is geen makkelijk geld. Niet, soms wel en soms niet. Oh, dus je bent gewoon eigenlijk op zoek naar de beste odds. Hmm. En daar ga je dan op inzetten. Ja, ook bijvoorbeeld een wedstrijd. Aan het begin van de week heb je een payout. Zeg maar net zoals, laten we zeggen, Ajax tegen, weet ik veel, Twente. Ja? Hmm. Op dit moment, aan het begin, is die herbetaling 2,1 voor Ajax. Als Ajax wint. Maar naarmate die week gaat lopen en bijvoorbeeld iemand raakt geblesseerd van Ajax of weet ik veel wat, dan gaat die kwartering, dus die curly, die gaat mee omlaag. Ja. Dus dan gaat hij naar 1,6, zeg maar. Bijvoorbeeld. Ik geef maar een bijvoorbeeld. Stel nou dat jij nu dat bedrag wilt inzetten, dan kan ik dus mijn ticket aan jou verkopen en dan heb ik direct al die 0,5 verdiend. Oké. Snap je? Ik snap het, denk ik. Nee, maar goed, dat is, hou je microfoon bij je mond trouwens. Dat is de ene kant op denken. Ik ben geen sportsbetter, maar ik denk van, ja, als je de ene kant op redeneert, dat is zoals in dit geval, kan ik me voorstellen wat jij zegt. Maar stel dat je op 2,1 gezet hebt en het gaat de andere kant op, van 2,1 naar 2,4, wat dan? Waar zit dan nog je edge? Dan heb je geen edge. Dan heb je toch verloren? Dan, niet verloren, want die wedstrijd moet nog gespeeld worden. Tuurlijk. Kijk. Maar dan heb je 2,1 ingezet op een wedstrijd die op dat moment waard is in de ogen van de boekies 2,4. Ja, dus dan lig je dik achter. Ja, maar het is heel zelden dat dat gebeurt. Meestal is het zo van, dat hij in de loop van de week wel omlaag gaat. Maar of hij blijft gewoon stabiel, dat kan ook. Dat is ook vaak. Een beetje gerelateerd hieraan. Misschien hebben jullie het daarover gehad, misschien ook niet. Ik heb jou gezien in het programma op tv, Nederlandse televisie. Ja. De Reunie heet het, geloof ik. Daar was je. Leuk programma. Ja. Je kwam er ook echt, nou ja, wel als een gokker. Maar wel toch ook wel goed naar voren, vond ik zelf. Ja. Alleen één ding snapte ik totaal niet. En dat was dat verhaal wat ook dan gaat over jou te maken heeft met het kantoor. Dat ging om dat jij een weddenschap zou hebben gemaakt op de Super Bowl. Ja. En dat op de laatste pass, op de laatste touchdown of zo die gemaakt is... Dan, doordat die gemaakt is,
heb je nog heel veel geld. Maar als die niet gemaakt was, dan zou je totaal broke zijn geweest. Ik dacht, voordat je reageert, ik dacht toen je dat vertelde, dat is een lulverhaal. Geloof ik geen zak van. Nou, het is niet zo. Ze hebben het anders in elkaar gezet dan dat het is. Kijk, het is wel een bed geweest waar ik heel bijna al mijn druilende geld erin heb gezet. Ja, liquide geld, hè? Liquide geld. Maar het is zo. Kijk, het is niet alleen op wie de wint. Kijk, je hebt ook een punt te scoren. Die bet hadden wij al binnen. Kijk, het is zelfs ook als in voetballen. Heel veel mensen weten het niet. Kan je ook kopen op zoveel gele kaarten worden er uitgedeeld. Zoveel strafschoppen worden gemaakt. Zoveel dingen. Dat heb je allemaal in lijnen. En al die bets hadden we al. Ja. Dat die wint, dat is gewoon de kers op het ijsje. Weet je? Bam! Dat is gewoon de laatste. Maar even een concreet voor de mensen thuis. Want je was daar op tv was je behoorlijk openhartig. Want je praatte over bedragen. Dat ik dacht van, als je dat inzet op een Super Bowl wedstrijd. Waarvan ik verwacht dat alle odds op zo'n wedstrijd totaal dichtgetimmerd zitten. Omdat het zo belangrijk is. Die boekjes die zijn niet gek. Dus dan denk ik, met mijn boerenverstand, dat kan je niet winnen. Dan denk ik, Steve is ook niet gek. Je bent een handelaartje, altijd geweest. Dus dan, op het moment dat jij daar inzet, dat jij daar een hele grote inzet doet, dan moet je vermoeden dat daar ergens een edge zit. En zeker, want je had het al voor een bedrag van 1 miljoen of zo, of misschien wel meer dan 1 miljoen. Dat leg eens uit wat je dan precies gezet had. Nou, wij hadden gewoon, we hadden wel een groot vermoeden dat de Steelers zou winnen. De team was op dat moment in topconditie. Ja. Dat was natuurlijk de, weet het ook, de Cardinals, de Arizona. Maar op dat moment, vooral met Ben Roethlisberger, hun meest bekende quarterback, die was gewoon helemaal top. In de laatste Super Bowl was dat dus niet het geval. Ja. En dan hebben ze ook de wedstrijd weggegeven. Door 2 touchdowns te missen. Anders waren ze gewoon zo ver voor geweest en hadden ze hem gewoon gewonnen. Okay. Maar goed, die ene jaar was een slecht jaar voor ons dan. We hadden heel veel gewerkt. Heel veel gewerkt. Ja. Even denken in de woorden. En we hadden nog steeds zeg maar plus EV misschien heel weinig geld. Dus we hadden gezegd, we hadden gewoon besloten, weet je wat? We gaan er gewoon voor dit. Dit is de laatste wedstrijd. Dit is de laatste kans. Van alles wat we horen is dat dit goed is. Dus gaan. Oké. Okay. En het was een mooie one time. Om het zo maar te noemen. Het was een super one time. Oké. Okay, super. Hoe ziet eigenlijk voor jou een week in Vegas eruit? Als je werkweek zeg maar. Of je poker je heel veel. Of is het juist veel sportwedenschappen. Of juist van allebei heel weinig. Van allebei valt het wel mee hoor. Kijk, ik was eigenlijk van plan om naar de plaatje te gaan, even wat Omaha te gaan spelen. En dat doe ik meestal in de avonduren even. Dat is de meest rustige tijd ook. Het is alleen vervelend dat er hele lange wachttijden zijn nu, omdat er van alles in de stad is. Voor de rest, wat doe ik? Gewoonlijk zat ik altijd te internet pokeren, maar dat is nu dus ook eventjes niet. Ja, het ligt even stil. Dat ligt even stil, dus dat gaat even niet door. Ik moet wat meer gaan sporten. Dat is, ik begin een beetje een dikke pens te krijgen, waar ik dus echt niet blij mee ben. Sommige mensen zeggen wel dat ik een dikke plofkop heb gekregen, maar dat zie ik niet zo, omdat ik natuurlijk elke dag naar mezelf zit te kijken natuurlijk. Dus steeds meer op een Amerikaan begin je te laten lijken. Of hoe? Ja, man. Kijk, het eten is hier, echt lekker. Vlees smaakt hier ook veel anders. Waarom het zo anders smaakt, dat zullen we houden maar even terzijde. Porties zijn groot. Alles is. Je drinken wordt altijd gerefilled. Gratis, tenminste, als je soda drinkt, prikdrankjes. Je kan overal parkeren. Je hoeft nooit te lopen. Niemand fietst. Je bent een mogol als je fietst. Of je moet, weet het zijn, Armstrong. Weet je, maar anders. Dat is de enige Amerikaan die fietst, hè? Dat weten we. Wanneer kom je weer naar Nederland, Steve? Dat weet ik niet. Masterclassics in Amsterdam?
Dat weet ik niet. Dat stukje fietsen door Amsterdam, de Poker City. Nee, dankjewel. Nee, ik fiets niet naar Amsterdam. Dat is een beetje te... Dat is voor gevorderde. Is het zo, Rolf? Ik weet het niet. Ik heb jarenlang gefietst met heel veel plezier. Dus ja, goed. Geen enkel probleem. Hey, ik weet niet of jullie het daarover gehad hebben voordat ik hier kwam. Jij bent getrouwd, geloof ik, hè? Paar jaar geleden. Je hebt hier toch een vrouw en kinderen. Klopt, hè? Nee? Maar je hebt je hele leven toch wel hier opgebouwd. En er is dus nooit sprake van dat je definitief terugkomt. Of is er misschien wel sprake van? Terugkomen, dat denk ik niet. Ja, misschien om een 65ste of zo, weet ik wel. De huisjes in Hoofddorp zijn flink in prijs gedaald de laatste tijd, hoor. Dus dat kan best. Dat weet ik niet, maar nee. Mijn situatie is dit. Ik ben 2 keer getrouwd geweest. Ja, ik weet dat je 2 keer gescheiden was geweest. Maar 2 keer gescheiden. Ja. En van elk heb ik een dochter. Ja, klopt, ja. Juist. Hier in Amerika ben ik van hoofd. Ja. En geen kinderen. Oké. Nou ja, dat lijkt me een mooie, hoe noem je het? Familiaire afsluiting van dit stukje. Ik wil graag wel een tip hebben van Steve, want we hebben nog niet veel van de Vegas gezien. Als iemand hier weg kent, dan ben jij het wel. Waar moeten we heen als Poker City? We willen niet veel geld uitgeven, wel pokeren en ook een beetje lol kunnen hebben. Waar moeten we heen? Je wilt geen geld uitgeven. Ja, weinig. Geld uitgeven. Wat wil je doen? Dat is het hele gebeuren. Boers, wat willen we doen? Beetje kaarten, beetje lachen. Ja, dat kan in principe overal, weet je, kaart, weet je, lachen. Maar ja, je moet wat specifieker zijn. Elk casino heeft natuurlijk zijn eigen thema, zijn eigen gebeuren. Wat is jouw favoriet? Mijn favoriet is natuurlijk de Bellagio. Maar ik geloof, Nog steeds. Ik geloof nu wel dat de area een beetje aantrekt. Want die beginnen nu dus ook kleinere mixgames te hebben. Wat natuurlijk veel meer doodgeld in aantrekt. Als natuurlijk dat je in de 40, 80, 50, 100 of hoger gaat zitten natuurlijk. Mm-hmm. Draai je er ook ergens kleine potlimit Omaha games? Ja. De Caesars wilde wel eens draaien. Oké. En wat was het nou laatst? Die andere waar ik gezien heb, was ik wel een beetje frappant van dat ze het hadden. Ik weet niet meer welke bij die andere. Nee, maar het wordt wel aangeboden ook, zeg maar. Wat spreek je nou? 2-5, 1-2 of wat? Venetian, dat was het. Oké, Venetian. 1-2, 2-5 en dan ook potlimit 8 hadden ze. Oké, nou dan gaan we daar zo heen. Gaat uit. Venetian is het. Potlimit 8 lijkt me fantastisch. Kan je elke pot kan je lekker splitten. Perfect. Reek, geweldig. Nou, kijk ten eerste. Nee. Het is ontzettend, want het is een heel skillvolle game. Als er twee sukkels zitten, dan kan je daar heel veel geld verdienen. Klopt, ja, weet ik. Ja, een en al scoopen of je deelt hem tuurlijk. Dan is die wel goed. Tuurlijk. Als er twee sukkels zitten, kan je daar perfect verdienen met een redelijk lage reek. Dat is waar. Steve, bedankt dat je bij ons in de studio was. Graag gedaan. Dankjewel. In de studio, in de suite natuurlijk. Stom. In de suite! Goed. Hoi. Doei.